Haar blik is altijd gericht op de klok en dus is de snelste vrouw van Europa stipt op tijd voor de persconferentie van de FPK Games. Net terug uit de Verenigde Staten is ze in Nederland voor een tussenstop, want dit weekend wacht alweer de Diamond League wedstrijd in Rome. Een bomvolle agenda en dan ook nog eens tientallen interviewverzoeken. Iedereen wil Daphne zien. En dat merk je hier ook op de persconferentie. We hebben normaal gesproken wel de hele Nederlandse sportpers. Partijen die we eigenlijk normaal gesproken niet zien op onze persconferentie, zijn er nu wel, omdat Daphne hier is. En dankzij de populariteit en de successen van haar, zitten de FPK Games na een aantal inktzwarte jaren weer in de lift. Bijvoorbeeld, hè, dus de kaartverkoop. We hebben op dit moment al meer kaarten verkocht dan dat we vorig jaar hadden op de dag van de FPK Games zelf. We hebben een atletenveld gepresenteerd wat het beste is van echt de afgelopen jaren. En ook financieel gaat het weer beter. Maar de directeur wil meer. Wat wij heel graag willen is de slag maken van atletiek wedstrijd naar atletiek festival. Ja, daar ligt een hele grote ambitie. Voor een nog groter en nog breder deelnemersveld hebben we ook gewoon meer middelen nodig. Dus we zullen ook weer moeten gaan groeien als het gaat in de middelen. Ja, daar liggen echt nog wel ambities. En die dikkere portemonnee komt haar goed uit. Atletendirecteur Ellen van Lange. De Oldenzaalse stelt namelijk het deelnemersveld samen. U weet wel, de vrouw die in 1992 in Barcelona de laatste Nederlandse was die atletiek goud won. Maar door de indrukwekkende opmars van Daphne dreigt zij die erkenning en aandacht te verliezen. Nee, absoluut niet. Ik had eerst ook helemaal niet door wat je precies bedoelde. Nee, maar dat is alleen maar mooi. We hebben natuurlijk steeds meer... We willen alleen maar meer goede Nederlandse atleten. Dus nee, ik ben daar dolblij mee. Ik bedoel, ook nog omdat het voor mijn vak natuurlijk belangrijk is. Maar ook gewoon voor mezelf. En dat van mij is 25 jaar geleden. Ik bedoel, het zou toch heel raar zijn als we niet een keer nieuw vers bloed hebben. En dat hebben we sowieso al. Omdat natuurlijk ook best wel veel goede atleten zijn. Die misschien nog geen Olympisch kampioen geworden zijn. Maar wel al internationale titels hebben behaald. Het zorgt wel dat de FPK Games daardoor ook in de lift komen. Hè. Het was jarenlang toch echt wel een beetje aanpoten en vrezen van blijft het evenement wel bestaan. Zo stond het er wel voor een aantal jaren geleden. Ja, dat had natuurlijk ook heel veel andere redenen. Had ook met het stadion te maken. Maar uiteraard, als je gewoon hele goede Nederlandse toppers hebt die ook nog uitstraling hebben. Ja, dat is natuurlijk een cadeautje. Absoluut. Ja. Dan naar de Grand Dame zelf. Want terwijl deze kids met smart wachten op het vragenrondje met Daphne, verschijnt ze ook voor onze camera. En dat doet ze een stuk relaxter dan de afgelopen jaren. Nou ja, dat vind ik een mooi compliment. Ik voel me ook goed. Ik voel me ook relaxed. En ik zit er lekker in. Zal ik een cirkeltje gewoon zo doormijnen? Vorig jaar was het een stukje heftiger omdat het allemaal nieuw was. Maar nu merk ik dat ik zoveel meer gewend ben dat het me ook makkelijker afgaat. Ja, je kan wat meer genieten van allerlei dingen als het niet allemaal te veel voor je is. Als je altijd op je pieken van je kunnen werkt en altijd maar op je tenen loopt, dan kan je er ook niet van genieten. Maar nu merk je, als je veel relaxter zelf bent, dan kan je veel meer genieten van alles. Ja, zeg je dan ook wel vaker nee nu? Zeker. Ja, dus vooral het woord nee is het, ja. Ze lacht weer en het plezier is terug. Toch is er ook kritiek van de pers op haar tijden. Want Daphne verdedigt deze zomer haar wereldtitel op de 200 meter. Maar de vorm is nog lang niet overtuigend genoeg. Het komt echter goed, belooft ze. Dat is wel de bedoeling. Ja, ik heb het heel erg losgelaten bij mijn coach. Mijn coach die is daar gewoon heel goed in om op het juiste moment goed te zijn. En dat proces moet ik dan ook accepteren. En daar ben ik ook heel blij mee dat ik dat ook gewoon los kan laten. En wat kan ik anders doen? Ja. Onze blikken zijn vooral gericht op de FPK Games. Groot evenement. En ja, die sferen bij jou. Want de kaartverkoop gaat super. Je moet niet door je enkel gaan deze week. Nee hoor, maar dat komt wel goed. Ik ben wel wat gewend. Nee, ik voel me goed en ik heb er gewoon zin in. Ik vind de FPK Games gewoon een enorm leuke wedstrijd. Met al het publiek wat enthousiast is. En ik hoop dat het weer een beetje oké is. En ik loop al altijd harde tijden, dus ik heb er zin in. Ik vind het leuk om op verschillende wedstrijden te lopen. Maar ik vind het vooral eigen publiek die echt daar voor jou komt, is natuurlijk het allermooist. Je zegt het spontaan. Voel je ook de morele druk dat je daar aanwezig moet zijn? Nee, zeker niet. Ik doe echt alleen maar de dingen die ik heel erg leuk vind en waar ik gewoon zin in heb. En FBK Games is gewoon een ontzettend leuke wedstrijd waar ik van kan genieten. En ja, daarom doe ik het. Ja, want je hebt zelfs Hans Kloosterman, je kent hem, stoere bink, baard. Ik heb hem 2 jaar geleden zien huilen hoor, toen jij 10.94 liep geloof ik. Ja, geweldig toch. Ja, ja, de emoties van anderen zijn dan enorm mooi. En ik hoop dat ik dit jaar onder die tijd kan lopen. En als ze ook RTVO's te woord heeft gestaan, dan wordt het lange wachten van de kids eindelijk beloond. Wat wil je worden als je geen topsporter was? Ik heb nog eventjes gestudeerd voor juf. Dus ik heb 2,5 jaar heb ik een studie gedaan om juf te worden. Ja.
Zou je het een keer leuk vinden om een 400 meter te lopen? Ah, dat is een goede vraag. Kijk, sommigen zijn al heel blij hiermee, maar 400 meter, ja, is wel heel ver voor mij nu. Maar ik denk wel dat ik een keertje één ga lopen, maar voorlopig nog even niet. Ik vind het 200 meter al ver genoeg eigenlijk. En na tientallen interviews neemt ze tot slot tijd voor een groepsfoto. En dan weer snel door naar Rome en Oslo, met een korte tussenstop in Hengelo. De FPK Games volgende week. En dan zullen ook de camera's weer op haar gericht zijn.